Hey, welkom terug. Ja, vandaag, ja, is er niks gebeurd. Ik weet eigenlijk nog altijd niet juist hoe dat zit met de Academie. Ik vermoed dat wel gaat zijn, dat er de Academie gaat zijn, een Academie gaat kunnen gaan. Wanneer dan vergoeding, voor de kerst, voor de postvakantie. Dat wil zeggen dat serieus gereduceerd is. Maar ja, het is beter dan niets. Dat zou beter dan niks zijn. Wel een beetje verwarrende communicatie geweest na de dingen, na het overleg. Dus overleg van de ministers van Onderwijs. Maar ja, vandaag een beetje een wisselvallige dag geweest. Ik ben nog niet echt buiten geweest, maar ik ga wel van het weekend een beetje in ons hier. Ja, coronacijfers. De 15e april. Er worden 37 overlijdens te melden. Ja, de vaccins moeten erop komen. De minister zei iets van, ik weet niet precies dat Wouter B. was, van tegen dat de cafés open gaan, de terrassen, dat er alweer heel wat meer mensen gevaccineerd zijn. Ik dacht van, tegen het onderzoek toch wel moeten een miljoen mensen extra gevaccineerd zijn. Ja, die miljoen gaat er natuurlijk niet voor zorgen dat het virus volledig uit het straatbeeld verdwenen is, maar natuurlijk de mensen die het meeste risico lopen, tegen de prioriteit. Dus het risico dat de ziekenhuizen nogal vuil lopen, gaat kleiner en kleiner worden. Dus ja, natuurlijk. Dat die Britse variant schadelijker is voor de jongere bevolkingen is niet altijd positief. De mensen die in het ziekenhuis belanden werden als dan jonger en jonger gemeld gezien toch. En toch slagen erin voor die ziekenhuizen te doen zwijnen. Ja, een beetje een dubbel gevoel erbij. Dit verzeer is al eerder gezegd. Ik ga verzeer is wel op de terras een keer gaan. Ik ga er ook wel een klein beetje van pakken. Mijn coronakoepen gaat er waarschijnlijk ook wel af op een bepaald moment. Ik ga geen totaalonthouder spelen, maar ik ga nog altijd relatief veel spelen. Dus ja. Bon, meest. Merci voor de kie. En we zien elkaar morgen weer. Salut.